Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en bij mij is vandaag de gast Jan-Willem van Prooijen. Dankjewel. Ja, super dat je er bent. Ja. Je hebt een boek geschreven over complottheorieën. Ja. Hoax. Ja. Waarom mensen geloven in complottheorieën. Dat is een thema dat ons zeer boeit. En ik ben wel benieuwd. Ik heb het ook gelezen, dus ik weet wel wat je ervan vindt. Maar we gaan gewoon ook een vrij gesprek erover voeren. Je bent gedragswetenschapper. Ja, klopt. Dus psycholoog. Ik ben hoofdzakelijke psycholoog. Ik ben afgestudeerd in de psychologie en daar ook in gepromoveerd. Maar een jaar of 10 geleden ben ik ook gedeeltelijk in de criminologie beland. Oh ja. En daar heb ik ook een kleine aanstelling. Oh ja, ja, ja. Ja. Ja, maar laten we gewoon beginnen met, wat is een complottheorie en waarom geloven mensen erin? Ja, nou ja, de wetenschappelijke definitie van een complottheorie is eigenlijk vrij breed. Hè? Het is simpelweg het vermoeden dat een groep mensen in het geheim kwaadaardige plannetjes smeden en die ten uitvoer brengen. En dat kan op heel veel verschillende situaties slaan. En wat we zien is dat met name als mensen in moeilijke situaties zijn, bijvoorbeeld denk aan een maatschappelijke crisissituatie, maar ook gewoon achterstelling in de maatschappij, dan worden mensen gevoeliger voor complotdenken. Dus het lijkt een manier te zijn om andere groepen de schuld te geven van het onheil wat hen overkomt. Interessant, ja. Ik geef een voorbeeld. Moet jij even zeggen van hoe jij dat zou duiden? Ik zag een filmpje van een wapenexpert, een bomexpert, en die vertelde dus naar aanleiding van de beelden van 9/11, ja, en dus eigenlijk uitleggen waarom dat niet kon. Okay, dus ja. Toen dacht ik, ja, hoe moet je nou naar deze informatie kijken wetenschappelijk? Dus ja, ik dacht van, nou, dat is duidelijk een onderlegde expert, die weet waarover die spreekt. Ja. Het is niet zo dat hij nou per se theoretische verklaringen had, maar zijn feitelijke duidingen en verwijzingen waren toch theoretisch goed te verantwoorden. In de zin van, hij zei, ja, kijk, als het zo'n soort bom is, dan moet hij niet zo exploderen. Maar dat zou het sowieso uitzien. Als ik het dan hiermee vergelijk met die. En dan had hij ook allemaal beelden bij en zo. Toen maakte hij dus een casus. Hij maakte een zaak van de twijfel aan dat de explosies eenduidig te verbinden zijn aan vliegtuigen die invliegen. Je weet, er worden natuurlijk grotere interpretaties gegeven van 9/11. Jij geeft ook gelaagde verklaringen van dat soort dingen. Je kan bijvoorbeeld zeggen, het is een inside job. Nou, dat is een hele zware interpretatie. Dan zeg je van, het is echt opgezet door de Amerikanen. Ja. In samenwerking met de Mossad of met andere groepen en landen die dan die 9/11 aanslag veroorzaken. Je kan ook een light verklaring geven. Maar ik dacht wel van, als je nou begint bij zo'n bomexpert die ook gaat op een verzoek van, kun je uitleggen of dit klopt of niet klopt, en die toch uitlegt dat het niet klopt. Ja, ja, dan kom je toch op, zeg maar, op de as van, er is iets heel belangrijks gebeurd. De dominante verklaring die ook door wetenschappers lijkt te worden geaccepteerd, lijkt toch niet helemaal te kloppen. Dus er komen dan alternatieve verklaringen. Ja. Op enig moment komt dan, zeg maar, het complot in beeld. Hè? Ja, 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 ja. Maar zelfs dan kun je nog zeggen van, ja, ik ben geen complotdenker. Ik ontwaar complotten in de wereld. Ja. Dus dat is dan en je kunt natuurlijk bij verschillende dossiers, bijvoorbeeld flat earthers of zo, dan kan je best wel zeggen van, er gaan de rode lijnen over die je wetenschappelijk kan afwijzen. Maar verschillende andere dossiers, zoals 9/11, ja, denk ik wel, je haalt het voorbeeld ook aan, maar op een manier dat je het voorbeeld niet integraal behandelt, maar vooral de mentaliteit van de kritische interpreet, zeg maar, die ontspoort in een complottheorie. Maar goed, als je die voorbeelden dan wel af zou pellen. Dus misschien kan je even reflecteren op dat voorbeeldje van, als ik dat 9/11 filmpje kijk, ook als wetenschapper, denk ik dan, ja, het is toch, deze kennis klopt toch ook gewoon, hè? Dus hoe zie jij dat nou eigenlijk, die van een normale verklaring die we delen, naar een kritische verklaring, naar een alternatieve verklaring, en dan op een gegeven moment dat je durft te spreken van complotten. Ja, ja, ja. Of zeg jij van, nou, ik geloof in waarheid en complotten en zit daar niet zoveel tussenin? Nou, nee, ik geloof dat daar heel veel tussenin zit. Want sommige complotten zijn waar. Hè? Corruptie is een levensgroot probleem in heel veel instanties. En ik herken het voorbeeld wat je natuurlijk geeft. Er zijn ook genoeg experts die in
complottheorieën geloven. Een bomexpert is natuurlijk één voorbeeld. Er waren ook, was ook zo'n hele beweging voor architects en engineers for truth. Ook tijdens de coronapandemie had je natuurlijk ook gewoon artsen. Hè, die met allemaal argumenten kwamen tegen de vaccins of tegen de gevaren van het virus. En het is denk ik met name moeilijk voor mensen die zelf geen expert zijn om daar duiding aan te geven. Hè? Want als een expert dat zegt, dan wordt het al heel snel overtuigend en lijkt het al heel snel alsof die officiële verklaring niet klopt. Ik denk niet dat de vraag is wat één expert zegt over zo'n gebeurtenis. Dus de vraag wat heel veel experts gemiddeld genomen zeggen over zo'n gebeurtenis. Kijk bijvoorbeeld met de coronapandemie, was het uiteindelijk maar een heel klein gedeelte van de artsen die bijvoorbeeld die vaccins in twijfel trokken. En als je die dan een podium geeft, dan kan dat al heel snel overtuigend lijken. Bij 11 september was dat denk ik toch hetzelfde. Want die gebeurtenissen zijn, ook die verklaringen van veel complotdenkers zijn wel degelijk uitgebreid onderzocht door veel mensen. En daar is gewoon niet zo gek veel bewijs voor gevonden voor de belangrijkste aannames van die 9-11 for truth beweging. Maar je hebt soms ook gewoon experts die kunnen vallen voor de redeneringen van complottheorieën. En het punt met experts is wel dat die vaak juist heel goed zijn in het vinden van argumenten en in het vinden van bewijs voor een bepaalde stelling. En dat maakt het heel complex. Ja. Nou ja, je hebt een hoop voorbeelden genoemd, waarvan ik deels trouwens ook gewoon echt niet met je eens ben. Dus die thematiek van de vaccins bijvoorbeeld, daar vind ik juist een goed voorbeeld van dat heel veel experts en de consensus eigenlijk te dicht was. Mm-hmm. En allerlei politieke vragen eigenlijk gedepolitiseerd zijn. Ja, Dus daar kijk ik iets anders op terug. Ik denk echt wel dat dat, verbaast me ook dat je dat noemt. Dus dat is het. Sterker nog, ik denk dat de wetenschap zich echt heeft laten gijzelen door een bepaalde consensus. Die ook nauwelijks. Dus achteraf eigenlijk. Ik beschouw dat als een fase die de legitimiteit van de wetenschap onder druk zet. Zoals je dat ook wel hebt gezien. Ik ben veel met bedrijfsethiek bezig. En de wetenschap heeft zich vaker laten gebruiken door de industrie. Ja, de tabaksindustrie. In bijvoorbeeld, maar niet alleen de tabaksindustrie. Ja. Er zijn bijvoorbeeld ook allerlei metingen geweest van uitstoot. Bijvoorbeeld nu zie je dat weer bij Tata Steel. Ik heb een hele geschiedenis van rapportage van metingen waarbij allerlei wetenschappers hun naam eraan verbonden hebben. Ook kwesties als is vennootschapsbelasting dan wel of niet cruciaal in de Nederlandse economie. Er zijn allemaal wetenschappers die hun naam aan verbonden hebben en achteraf het gewoon veel te eenzijdig hebben geoordeeld. Terwijl het wel op een gegeven moment de consensus was die dan door een kabinet of door een WHO of door het RIVM omarmd werd. Voor consensus is ook een beetje een soort zwart-witte term. Hè? Er is, jij begint erover, dat als meneer samen zeggen. Ja goed, het was misschien wat zwart-wit gesteld, maar het was. Bij 9-11 is het punt, je had het natuurlijk over 9-11. Ja, nee, daarom. Is natuurlijk dat daar op zich best redelijk uiteindelijk op een rij is gekomen wat er precies die dag gebeurd is. Natuurlijk is consensus soms een wat zwart-witte benadering. En er is natuurlijk ook in de wetenschap heel veel debat. En wetenschap is ook een mechanisme van trial and error. En dat kan soms een mismatch hebben als er acute kennis nodig is over een nieuwe kwestie. En je hebt gewoon ook belangen en blikvernauwing die juist in crisistijd, dat zijn windows of opportunities voor belanghebbers, zoals in de medische industrie. Dus ik kijk echt anders naan die vaccins. Maar dat wat je zegt want dat is ook juist waar ik naar op zoek ben. En miste ik een beetje in jouw boek, of in zekere zin, gewoon naar aanleiding van je boek kom ik daarop van. Vertrouwen in experts naar kritisch denken over experts. Nou, op een gegeven moment zeggen van ja, maar het klopt niet meer. Mm-hmm. En in een soort cynische positie komen. Kijk, dat is ook iets waar ik ook hier bij de nieuwe wereld. Er zijn heel veel mensen die geloven niet meer in wetenschap. Ja. Je kan zeggen van die zijn dus. Die denken niet goed na. Je kan ook denken, wat doet de wetenschap nou eigenlijk om ook. Deze mensen binnenboord te houden. En onderdeel daarvan is volgens mij dus dat je ook zeg maar, ondanks dat wetenschappers dat niet willen, maar een onderscheid gaat maken tussen harde feiten en voor interpretatie vatbare feiten. Ja. Mm-hmm. En ook terugkomt op interpretaties. Hè? Dus daarom snel over complottheorieën spreken. Er zijn allerlei voorbeelden die je ook noemt, die ook zich goed
lenen voor jouw argumentatie. Maar er zijn voorbeelden die in het grijze gebied zitten. Ja. Waarbij het ook gevaarlijk kan zijn eigenlijk. Ja, om niet in de sleutel van complot te zetten. Maar daar ben jij het eigenlijk wel mee eens. Als ja, tuurlijk. Je mag het ook niet mee eens zijn. Nou, nee, in zoverre... Ja, echte complotten komen natuurlijk voor. En er is een... Een grijs gebied tussen kritisch denken en kritisch zijn over machthebbers en niet alles wat ons verteld wordt voor zoete koek slikken. Dat is heel belangrijk. Dat is iets wat natuurlijk heel belangrijk is voor alle burgers. Maar dat kan soms ook overlopen in een punt waar mensen juist heel onkritisch allemaal complottheorieën gaan omarmen waar heel weinig bewijs voor is. En waar dat grensgebied ligt is natuurlijk niet altijd helemaal 100% duidelijk. Het is nou voor mij niet altijd... Nee, het is een grijs gebied. Ja. En als je bespreekt een hoop verklaringen voor complotdenken. Als we die nog eens bespreken, van eerst maar eens even psychologisch. Wat is de structuur van hoe wij mensen hardwired zijn, mm-hmm. ook evolutionair gesproken, die maakt dat we vatbaar zijn voor radicaal andere verklaringen? Ja. Ja. Kijk, want de confirmation bias, ik noem maar even iets wat iedereen wel weet. Je ziet bevestigd wat je toch al dacht. Ja, dat geldt natuurlijk voor iedereen. Hè? Dus dat is interessant, maar dat is niet. Ja, dat geldt ook voor wetenschappers. Dus, maar misschien kunnen we dus op een rijtje zetten van welke bevooroordeeldheid nou eigen is aan de mens, die ook hier een licht op werpt. Ja, nou, ik denk het evolutionaire belangrijkste proces is dat als we geconfronteerd worden met een bedreigende situatie, dan is het ons instinct, adaptieve reactie om daar heel oplettend op te zijn en ook de mogelijkheid dat er daadwerkelijk gevaar is te gaan overschatten. En mensen zijn in onze evolutionaire geschiedenis heel nauwlettend, heel vaak bedreigd geweest door menselijke coalities. Hè. Een van de grootste uitdagingen die we in onze evolutionaire geschiedenis hebben gehad, waren gewoon vijandige groepen mensen. Dus ik denk dat als er gevaar dreigt of als we ons benadeeld voelen, als we in een crisissituatie zitten, dat mensen de kans dat er een geheim complot aan het werk is, gaat overschatten. Dus dat wil niet zeggen dat er geen complot geweest kan zijn, maar wel mensen gaan vaker complotten zien dan vaak het geval is. Ja, dat is wel heel interessant. Dus mensen nemen het zekere voor het onzekere. Dat zou een hele simpele manier zijn om het samen te vatten. Ja. En als je nou die evolutionaire geschiedenis, hoe ver ga je terug? Hè? Naar Adam, Eva, naar de aapjes. Hoe zou je dit mechanisme situeren? Want is er niet ook een soort correctie geweest van het vijandschapsdenken? Of zeg je van nee, dat is een oermechanisme? Ja, ik denk dat het een oermechanisme is. Dat hebben we niet met de modernisering en de verstedelijking en de geletterdheid overwonnen. Ik denk dat verstedelijking en modernisering zeker invloed heeft op complotdenken. Maar ik bedoel meer dat... op het verklaringsmechanisme dat je inbrengt, wat ik heel interessant vind. Jij zegt eigenlijk, mensen zijn gewoon... die zijn bang voor vijanden. In het geval van wanneer een probleem is... En ik vraag me meer af van het is ook wel evolutionair gezien, toch als je helemaal teruggaat mm-hmm. in de geschiedenis van ons mens zijn, dan zijn er toch ook wel dingen gebeurd sinds dat er echt vijandige groepen, apen of stammen of koninkrijk mm-hmm. op ons afkwamen. Ja, ik bedoel, alles is relatief. Je kan ook zeggen van in 1945 hadden we nog een forse oorlog. Maar jij ziet dat mechanisme als toch nog reëel aanwezig. Ja, zeker. Mensen die gaan de schuld geven aan groepen die ze toch al niet vertrouwden. En die zien mensen vaak als de vijand. En dat kan heel subjectief zijn. We hebben natuurlijk nu ook een enorme beweging die de elites... ik heb me altijd afgevraagd wie die elites precies zijn. Maar die de elites als de vijand zien. En als een groep die... het plan heeft om burgers tot slaaf te maken, bijvoorbeeld. Mensen kunnen natuurlijk minderheidsgroepen gevaarlijk zien. Denk aan de Great Replacement Theory en dat zien als de vijand. Dus wie we als de vijand zien, dat kan heel erg subjectief zijn en heel erg per persoon verschillen. Maar de basis wat eraan ten grondslag ligt is de natuurlijk instinctieve neiging om op je hoede te zijn voor vijanden. Twee dingen. Is even een klein ding. Jij ziet jezelf niet als een universitair hoofddocent? Ja. Zie jij jezelf niet als elite?
Wat vind jij? Nou ja, goed, het is een hele... Wat denk je dat een elite is? Want dat is gewoon namelijk, dat zijn sociologische feiten. Dus right, het is wel interessant dat jij als psycholoog zegt van, nou ja, het ingewikkeld als mensen over elite hebben. Ik zou zeggen, je bent duidelijk vrijgesteld. Je zit boven de piramide van de universiteit. Hoe kan jij denken dat er geen elites bestaan? Ik zeg niet dat er geen elites bestaan. Ik vind het alleen wel een grote catch-all term. Politici. Met, maar is dat zo? Bijvoorbeeld een gemeenteraadslid, is dat een elite? Hè? Dat maar toch op vrij kleine schaal. Ja, ik vind het interessant. Maar dat is dus je bent een psycholoog en dus die mechanismen die je bloot, dat vind ik ook heel interessant. Maar ik vind het dus qua voorbeelden en sociologie soms ook arm. En dat is dit ook. Right. Dus je in de sociologie maken gewoon een onderscheid tussen domeinen waarin je elites hebt. Dus je hebt gewoon een academische elite, die is heel belangrijk. Er zijn allerlei beleidsdossiers waarin academische elites bepalen hoe de zaken draaien. Van stikstofbeleid tot de pensioensector. Dus, ja, goed, dus echt, en je hebt een economische elite. Tuurlijk. Daar denkt iedereen meteen aan. Je hebt een journalistieke elite. Ja. En dan heb je daar een hiërarchie. Ik bedoel, maar als jij zelf aantal promovendi hebt. Je maakt de dienst uit. Je bent onderwijsdirecteur. Ik noem maar wat dingen. Ja, dan op een gegeven moment moet je toch gewoon erg onderkennen dat je de macht hebt. Op een heel belangrijke plek. Tuurlijk, macht is reëel. En sommige mensen hebben meer macht in de maatschappij dan anderen. Precies, maar, precies. En dan word maar je, wat natuurlijk wel dan moet je ook is dat die elites over één kam worden geschoren in de geveegd in de retoriek van veel complotdenkers. Hè. De elites hebben het slecht met ons voor. En dan heb ik zoiets van, ja, welke elites heb je het over? Zijn dat Tweede Kamerleden? Zijn dat ook gemeenteraadsleden? Hebben we het over managers? Managers van kleine bedrijven? Hebben we het over wetenschappers? Dat is een enorme, brede catch-all term. Maar zo wordt die dus wel gebruikt. En daarom heb ik moeite met die term. Ja, nee, ik snap het. Ja. Maar de vraag is als je, dat is toch even een confronterende vraag, maar of je als je zelf onderdeel van deel bent van de elite, of dat de attitude is die aristocratisch is, of dat je meer zou moeten denken, ik heb een bijzondere positie in de maatschappij, ik zou moeten luisteren naar deze mensen. Tuurlijk, zeker, jij met deze thematiek zou dit moeten helpen oplossen. Dus. Sterker nog, dat is een van de aanbevelingen ook die ik doe in hoofdstuk 10 van het boek, dat als je complotdenken wilt verminderen, is het juist heel erg van belang voor mensen in een machtige positie om te luisteren naar de belangen van mensen die van hen afhankelijk zijn en wiens beslissingen invloed hebben op hun leven. Ja. Precies, oké, daar zijn we het over eens. Dus daar zijn we het over eens. Het tweede punt wat je noemde vond ik ook een interessante, die Great Replacement Theory, daar heb ik ook over nagedacht. Er is een rapport geschreven, volgens mij is het de Commissie van Dam, dat gaat eigenlijk over hoe ziet Nederland er in 2050 uit. Ja. Het is een heel grondig rapport. Hebben allemaal linkse, rechtse, neutrale sociologen, psychologen allemaal over meegeschreven. Dat is heel dik. Je kan het gewoon downloaden. Het is volgens mij in januari zo gepubliceerd. Ik dacht dat Paul Scheffer er bijvoorbeeld bij zit. Mm-hmm. En er zitten meer en minder kritische stukken in. Maar één ding viel mij wel op. Dat is namelijk dat er volgens deze mensen wel een consensus is dat Nederland radicaal verandert als we zo doorgaan als op de ingeslagen weg. En je hoeft alleen maar andere taal te kiezen om te bevestigen dat het een great replacement gaande is. Bijvoorbeeld, de afgelopen 10 jaar zijn ongeveer 1 miljoen niet-Nederlanders bijgekomen. Die zijn Nederlands geworden. Dat zal waarschijnlijk doorgezet worden. Mm-hmm. Dus het is een kwestie van uitrekenen, zeker als je ziet hoeveel kinderen migranten krijgen, dat er een sprake is van een... Hmm. Dat wat nu Nederland is, dat er niet meer is. Ja. Stel nou dat je dat als definitie neemt. Ja. Mag ik dat toch even? Ja, nee, precies. Ik vraag het jou, van hoe zie jij dat? Want mijn vraag is dan natuurlijk, jij schermt wel met zo'n term. Je zegt wel in de Great Replacement Theory. Je kan ook denken van tot dit gedeelte is er een interpretatiemogelijkheid dat die theorie gewoon geldt. Kijk, als je zegt er is een boze elite die dit ook van ons wil. Mm-hmm. Nou, oké, dan denk ik bijvoorbeeld aan de typische D66-bestuurder die hier inderdaad enthousiast voor is. Meer zou ik er niet van kunnen maken, maar ik kan er dan toch inderdaad nog wel een chocoladetaartje van bakken. Ja. Maar hoe kijk jij nou naar deze... Er is natuurlijk een groot verschil tussen de bevolkingssamenstelling veranderd door de tijd heen. Tuurlijk, dat is een feit. Versus, er is een geheim kwaadaardig complot dat bewust aan het stimuleren en aan het doen is. Er is een zo'n great replacement theorie. Gaat niet alleen over het veranderen van de bevolkingssamenstelling. Dat gaat ook over de aanname dat daar bijvoorbeeld een samenzwering van Arabische leiders samen met linkse leiders in West-Europese landen verantwoordelijk voor is. En voor dat laatste, voor die samenzwering, is gewoon niet zo, is gewoon geen bewijs. Maar dat staat natuurlijk los van het feit dat de bevolking door de tijd heen verandert. Nou. Dus de bevolkingssamenstelling, dat is immigratie. Die getallen fluctueren ook door de tijd. Moet je toch ook weer sociologisch
even streng toespreken. Ja. Het is geen feit dat een bevolkingssamenstelling verandert. Het is niet zomaar een feit. Het is een beleidsagenda ding. Okay. Het is ook geen complot. Dat geloof ik ook niet. Ik denk niet dat er een bepaalde elite is die zegt, laten we Nederlanders vervangen. Ja. Maar het is wel een agenda dat je migranten toelaat. En de Tuurlijk. Consequentie daarvan is dat er druk op de woningmarkt komt. Mm-hmm. Dat de mensen er anders uit gaan zien enzovoort. Dat, ja. Ja, maar dat is anders dan een geheime samenzwering. Nee, precies. Maar dan liggen het toch net iets dichter bij elkaar, denk ik. Dan jij suggereert als je zegt, het is een complottheorie à la flat earthers of zo. Mm-hmm. Want dan vind ik dat gaat over natuurlijke feiten. Mm-hmm. Beta-feiten. Ja. En dit gaat ook over beleidsfeiten. Right. Ja, en beleid wordt gestuurd. Ja. En misschien niet door een kleine elite. Ja, dat is waar. Dat lijkt me ook sterk. Maar wel door grotere elites. Ja. Ja, nee, goed. Dat, ja. Oké, okay, maar we hadden dus die mechanismen op tafel. De eerste, heel interessant. Jij zegt, mensen zijn gewoon geneigd om een vijand te zien in crisissituaties. Ja, mensen hebben de behoefte om andere groepen de schuld te geven. Andere groepen de schuld te geven. Ja. Dat vond ik een interessante, maar ik weet dat het ook... Je benoemt meerdere, ja, hoe zou je het eigenlijk noemen? Verklaringsmechanismen. Ja. Die niet alles verklaren, maar die wel een deel van de aantrekkelijkheid verklaren. Ga door. Dus we hebben deze. Welke krachten zijn er nog meer... Nou, die je psychologisch of evolutionair zou kunnen noemen, die geactiveerd worden in dit theorie. Nou, er zijn twee mentale mechanismen die in het brein plaatsvinden, die denk ik van belang zijn bij complotdenken en ook bij heel veel andere vormen van geloof. Ten eerste de neiging van het brein om verbanden te zien. Dat is natuurlijk een hele nuttige eigenschap van het brein, maar dat is ook een eigenschap die op hol kan slaan. Er is onderzoek wat laat zien dat als mensen zich bedreigd voelen of als mensen het gevoel hebben de controle te verliezen in het leven, dan gaan ze meer, wat we dan noemen illusoire patronen zien. Dus dan gaan ze verbanden zien tussen stimuli die in feite toevallig zijn. Hè? Paranoia word je. Ja. Dus dat is denk ik één mechanisme. En het andere, dat is wat we in het Engels heet het dan agency detection. Ik vond dat een beetje lastig om te vertalen, maar ik heb het vertaald met het zien van intentie. Dus dat je ook intentie gaat waarnemen waar het niet per se is. Dus dat denk bijvoorbeeld, als je een beetje bang bent en je zit alleen thuis, dan zo'n gevoel bekruipt dat je niet alleen in de kamer bent. Dat is een geëikt voorbeeld van het zien van intentie. En dat zien van intentie zie je ook in complottheorieën terug. Ja. Dingen zijn geen toeval. Het is geen toeval dat een virus op een bepaalde manier gemuteerd is. Mensen hebben dit bewust en expres gedaan. Ja. Goh, dus dat is echt een psycholoog. Wat is de status van het mechanisme? Want net zei je dat andere is evolutionair, dat kon ik al wel begrijpen. Ja, ik denk dat het allebei evolutionaire mechanismen zijn. Het is namelijk heel nuttig om verbanden te zien, hè? Want er zijn heel veel... Ja, bij die zie ik het ook wel, bij die andere. Intenties ook. Dat is ook heel nuttig om te begrijpen wat de intenties zijn van je medemensen. Dus het is bijvoorbeeld goed om de emoties van mensen te begrijpen. Het is ook goed om te begrijpen of mensen dingen expres of per ongeluk hebben gedaan. Zo blijven groepen samen, hè? Zo kun je relaties op de juiste manier benaderen. Zo kun je zien wie je vrienden en wie je vijanden zijn, bijvoorbeeld. Ja, mooie toelichting. Dus het zijn mechanismen die we evolutionair hebben meegekregen, maar die ook soms mis kunnen gaan. Want soms zijn gebeurtenissen wel degelijk toeval en zijn er geen verbanden tussen. En soms gebeurt iets zonder dat daar een intentie achter zit. Soms gebeurt er bijvoorbeeld een virus muteert op een bepaalde manier, zonder dat mensen daar... En soms weten we het ook niet natuurlijk. Precies. Nou, juist wanneer we het niet weten, dan gaan we dat dus invullen. Mensen hebben behoefte om die gaten in de kennis te begrijpen. En wat je dus ziet, is dat mensen die gaten vaak invullen op zo'n manier dat de rol van eigen belang vrij groot wordt gemaakt. Ja, ik zit bijvoorbeeld te denken aan die MH17... die uit de lucht is geschoten. Dat was echt zo'n soort discussie. Hè? Van, was het nou een bewust plan? Mm-hmm. Was het een ongeluk? Yeah. Voor allebei was eigenlijk veel te zeggen. Ja, en dan moet je eigenlijk een soort stoïsche middenpositie. Er is inmiddels weer meer onderzoek naar gedaan. Maar ik ben benieuwd wat de kijkers daarvan vinden. Of hoe zij er nu naar kijken. Maar volgens mij op een gegeven moment dacht ik... is gewoon, je moet eigenlijk een soort agnost zijn. Hè? Want, mm-hmm. En dat is natuurlijk vaak bij die situaties. Zoals die Iraanse...
Was het nou minister-president? Nou ja. Die met die helikopter. Is dat nou een moord? Is dat nou een ongeluk? Van wie is dat dan? Er zijn van die momenten dat je ziet gewoon de verschillende opties voor je. Ja. Ja, ja. En dan is het ook cognitief inderdaad een krachtinspanning om te zeggen, ja, we weten het gewoon niet, weet je wel. Ligt erg voor de hand dit. Ja, het ligt ook erg voor de hand dat het geen toeval is, maar ja. Maar dat zijn dan situaties die ook niet goed naconstrueerbaar, reconstrueerbaar zijn. En ik denk om bij zulke gebeurtenissen de waarheid te achterhalen, is dat dus juist heel belangrijk. Dat je durft te zeggen van, nou, het beginpunt is, ik weet het gewoon niet. En we gaan daarom zo objectief mogelijk alle verschillende mogelijkheden analyseren. Wat er bij complotdenken vaak misgaat, is dat mensen dan al van tevoren ervan uitgaan, nou ja, dat helikopterongeluk, dat was geen slecht weer, dat moet een moordaanslag zijn geweest. En dat is een vorm van tunnelvisie waarbij de mogelijkheid dat een andere scenario's uitsluit. Dus het scenario dat het echt een ongeluk was, eigenlijk automatisch al uitsluit. En zo kunnen complottheorieën ontstaan bij dit soort gebeurtenissen. Ja, ja. Ja, dat andere element wat je noemde, dus dat patroon, dus om ze alle drie nog even te noemen. Je zegt van, we kunnen dus anderen de schuld geven, het vijandschapsmechanisme, laat ik het zo noemen. Ja. Dit is dus het intentie toeschrijven mechanisme. Agency detection, het zien van intentie. Agency detection. Ja. En het andere is patronen zien. Verbanden, Ja, daarvan vind ik ook altijd zo moeizaam in de wetenschap. Er zijn namelijk zoveel patronen die niet bestudeerd worden. Ja. En dat is ik vind dat we daar ook als wetenschappers ook zwak staan. Mm-hmm. Dus, nou ja, goed, dat is het glas is half vol versus half leeg. Ja. Er is natuurlijk ook heel veel dingen die we wel weten. En bijdragen die de wetenschap wel heeft geleerd. Ja, dat is ook zo. En we kunnen natuurlijk niet. Nee, maar de wetenschap heeft wel een soort focus altijd zelf. Dat is de tunnelvisie van de wetenschapper. Dat je toch ook een Occam's razor of geeft een naam van, ja, we willen eigenlijk dingen klein verklaren. Dus wat is inflatie? Inflatie is een bepaald mandje waarvan de Nederlandse bank dan zegt dat het mandje is. En andere mensen die denken, ja, maar mijn huisprijs stijgt al 10 jaar. Dat klopt iets niet, weet je wel. Dat is dan, het is weggedefinieerd. Right. En dan kan je wel zeggen van, ja, je ziet patronen die er niet zijn. Maar iedereen denkt, ja, die patronen zijn er toch gewoon. Dus dat is wel, de patronen, je hebt patronen die toch zichtbaar zijn waar we niks mee doen. Dus dat is dat maakt altijd ingewikkeld. Hè? Ja, dus je kan te veel patronen zien, maar je kan er ook te weinig zien. Ja, dat denk ik ook. Occam's razor is natuurlijk het idee dat we met zo min mogelijk variabelen zoveel mogelijk proberen te verklaren. Dus zo ontwikkelen we theorieën, zo ontwikkelen we modellen. Maar het is ook continu in ontwikkeling. Soms kun je een variabele missen die heel belangrijk is en bijvoorbeeld kan verklaren. Nou ja, bijvoorbeeld wat je net noemt over die huizenprijzen die stijgen. Misschien, ik weet niet of dat een goed voorbeeld is. Maar, het heeft ook te maken met, ook weer met beleid, op wetenschap. Wetenschappers zelf zijn vaak wel wat voorzichtiger, maar wetenschappelijke theorieën gaan eigen leven leiden. Ja, ja. Dus een bekende uitspraak van een bekende psycholoog uit het verleden is eigenlijk, alle theorieën zijn fout. Omdat een theorie altijd een versimplificering van de werkelijkheid is. In de werkelijkheid spelen altijd meerdere variabelen die parameters die invloed kunnen hebben op de uitkomsten. En die laten zich soms moeilijk voorspellen. Dus de wetenschap biedt theorieën en modellen. En dat is eigenlijk het beste handvat wat je hebt. Maar het is geen perfect handvat. En er gaat wel heel veel fout. Omdat die werkelijkheid veel complexer is dan de theorie. Ja, dat is wel vrij gezegd, moet ik zeggen. Ja. Ja. Ja, dus, maar dat maakt de wetenschap eigenlijk ook bescheiden. Ja. Kijk, het probleem is dat je vervolgens ook weer zo ver kan gaan dat je echt feiten gaat ontkennen of patronen gaat ontkennen. Maar als je gewoon zegt, ja, dit is dit, als je goed aangeeft aan mensen ook, dit is wat ik kan verklaren op basis hiervan. Voldoet ook aan allerlei elementaire eisen. Dat je je weer legbaar opstelt. Dat je niet verabsoluteert wat je hebt gevonden. Nee. Ik zit nog even te kijken wat die kritische denkers hebben gehad. Hè? De kwaadaardige vijand. Filterbubbels en echokamers. Ja, dat is natuurlijk een bekende thematiek. Ja. Toch misschien nog even door op die wetenschappelijke benadering van die drie mechanismen. Kun je me eens meenemen in hoe jij zelf ook onderzoek doet naar dit soort thematiek? Want ik ben wel geïnteresseerd in precies de verhouding tussen wat je gaat observeren, wat voor concepten je dan gebruikt en hoe je dat dan theoretisch verklaart. Ook voor mensen om te begrijpen van, je bent als psycholoog van, hoe. Want die mechanismen die staan gewoon in boeken van mensen die over evolutietheorie spreken. Maar jij, hoe zou je
wetenschappelijk onderzoek voor je zien naar deze thematiek? Wat, naar, bedoel je dan specifiek... ja, naar mensen die geloven in... mensen die geloven in echte complotten, mensen die gewoon kritisch denken. Ja, hoe hoe doe jij dat? Nou, ik, mijn onderzoek is hoofdzakelijk kwantitatief. Dus dat betekent dat ik bijvoorbeeld binnen de Nederlandse bevolking surveys uitsturen en dan kijk naar de, nou ja, de verbanden tussen complotdenken, de mate waarin de mensen in een reeks complottheorieën geloven en een reeks andere variabelen. Ik doe bijvoorbeeld ook vergelijkingen tussen landen. Hè. Ik heb een aantal Chinese PhD-students en dan heb ik wel eens samples in de Verenigde Staten versus in China om te kijken hoe die populaties verschillen van elkaar of hetzelfde zijn. Maar neem ons eens mee, heel interessant. Dus zo'n vragenlijst, en wat is dan bijvoorbeeld een vraag? Nou, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de vraag tijdens de verkiezingen van 2020 of mensen dachten dat die verkiezingen doorgestoken kaart waren of dat de tegenstander vals zouden spelen. En was dat vooraf of achteraf? Allebei. We hebben 5 meetmomenten gedaan, 2 meetmomenten vooraf en 3 meetmomenten na de verkiezing. En dat was wel grappig, want na de verkiezingen zag je wat je ook op tv terugzag. Dat zag je ook in onze data, hè. Natuurlijk, vooral Republikein. En Trump-stemmers die dachten dat die verkiezingen doorgestoken kaart waren. Wat wel grappig was, was dat voor de verkiezingen vooral Biden-stemmers bang waren dat Trump vals zou gaan spelen. Dus je zag eigenlijk op het moment dat de verkiezingsuitslag bekend was, een totale kanteling in die percepties. Ja, dat had ook te maken met die post-order stemmen, of die, hoe heet het ook alweer, dat je... vanuit huis per brief. Ja, nou, onze vragenlijsten waren dus 4 weken en 2 weken voor de verkiezingen. Dus dat speelde toen nog niet. Het was denk ik meer omdat een bekend fenomeen in dit vakgebied is dat vooral de politieke groepen die niet aan de macht zijn, die gaan meer in complottheorieën geloven over de andere partij. Dus als er een republikein in het Witte Huis zit, dan zullen vooral democraten wantrouwend zijn over alles wat er in het Witte Huis gebeurt en vice versa. En dat zag je dus in die data terug, want op dat moment was Trump natuurlijk gewoon nog aan de macht. En de polls waren... En hoeveel mensen vullen dan zo'n vragenlijst in? Dat varieert heel erg. Heb je het over 50 of over 500? Nee, 50 is echt te weinig. 500 zeker wel. In Nederland hebben we ook wel veel grotere panels gedaan, van echt duizenden mensen. Het onderzoek in de Verenigde Staten die ik net aanhaalde was volgens mij, dat weet ik even niet in mijn hoofd, maar echt wel een stuk of 400. Denk ik. En is dat dan een open vraag? Of kun je hem eens formuleren, gewoon letterlijk? Want ik vind het heel interessant. Dus je doet grote claims op basis hiervan. Dus je zegt dan echt, vertrouwt u het verloop van de verkiezingen? Ik vraag dan bijvoorbeeld, denkt u dat aan Biden-stemmers, denkt u dat Trump en zijn medewerkers de vals hebben gespeeld met de verkiezingen bijvoorbeeld? Do you believe they rigged the elections? Oké. Nou, dat is in ieder geval een heel interessant resultaat, dat dat dus wisselt. Ja. Ja. Oké, en andere thema's? Want dit is natuurlijk ook nog politiek gekleurd, hè? Ja. Heb je ook wel eens onderzoek gedaan naar wat meer hardere dingen op... We hebben nu bijvoorbeeld een nieuw... Of voeg je wel eens een vraag in van geloof je dat de aarde rond is? Of... Ja, nou, we hebben nu bijvoorbeeld een nieuw project waar we doen onderzoek naar complottheorie over artificial intelligence. Oh ja. En dat is natuurlijk wel heel leuk. Je ziet daar 2 soorten complottheorieën in. De eerste is dat de maatschappelijke elites die technologische kennis gaan misbruiken om de privacy van mensen te schenden en het volk te onderdrukken. Je hebt ook andere theorieën dat die echt een beetje geïnspireerd lijken door de film The Matrix. Hè. Artificial intelligence, die zijn al capabel en zijn al bezig met plannen om de mensheid aan zich te gaan ontwerpen. Die theorieën die zijn er ook. Waar wij bijvoorbeeld naar hebben gekeken is verschillen tussen de Verenigde Staten en China in geloof in dat soort complottheorieën. Dus vonden was dat sommige complottheorieën leven trouwens veel meer in China, maar deze leefden veel meer in de Verenigde Staten, omdat in China mensen zich gewoon wat minder druk maakten om hun privacy. Dat was, dat was de vondst. Die is al te gabbel gegooid door de politici daar. Dat waren ze gewoon wat minder gewend. Dat was de verklaring van mijn PhD-student. Ja. Maar vertel eens, wat voor complotten zijn dat typisch Nederlands, typisch Amerikaans, typisch Chinees? Nou ja, hoe meer een complottheorie gaan over...
Over je eigen land, hoe meer typisch het is voor je eigen land. Dus dingen die in Nederland gebeurd hebben, denk de moord van Pim Fortuyn. Dat is echt iets Nederlands. Oh, ja. Zullen bijvoorbeeld mensen in andere landen veel minder geloven. Ja, maar er is een overeenkomst misschien denkbaar met Kennedy of zo. Dus ik valt altijd op dat in complotboeken en filmpjes dat er eerst heel globaal discours is. Mm-hmm. Ja, met ook terugkerende terminologie. Ja, heel veel thema's van complottheorieën blijven inderdaad in sommige vormen terugkomen. Dat klopt. Ja. Nou, een aardige complottheorie in China, dat is vind ik wel een hele leuke. Want we hebben natuurlijk tijdens de coronapandemie heeft de labtheorie enorm veel aanhang gehad natuurlijk. Ja. Hè? Het is gemaakt in een Chinees lab in Wuhan en dat bijvoorbeeld in over de hele wereld was er best veel aanhang voor. Ik ben ook een aanhanger. Oh, oké. Interesting. Ja. Nou ja, in elk geval in China wordt de labtheorie ook heel veel geloofd, maar dan is het verschil dat veel Chinezen geloven dat het virus is gemaakt in Fort Detrick, een militair lab in Maryland, de Verenigde Staten. Oh, en ja. Door het Amerikaanse leger naar China is gebracht. Ja. Dus dat is... Nee, ik heb er ook wel veel over gelezen. Toen viel mij toch op dat er echt wel een casus voor te maken is. Dus het verbaast me dat zo als complotvoorbeeld wordt genoemd. Maar het zijn ook politieke interpretaties dit. Dus dat is het probleem met dit soort complotten. Ik vind dat er wel... Je zou een categorisering moeten maken. Ik denk wel echt dat je echt wel kan zeggen... complotten waar nog veel voor te zeggen is en dan steeds minder. En dan kom je 9/11 en dan kom je bij de platte aarde. Je kan variërend. Jij gooit wel veel op één hoop. Vind je? Nou ja, weet ik niet. Eigenlijk maar ik sta wel binnen het geëikte regime van wetenschappers. Kan dat. Maar daarbuiten vind ik toch dat je moet toch... Daar zou je toch graden van... overtuigingskracht kunnen onderscheiden. Ja. Nou, maar dat doen we ook wel, hoor. Want je ziet dat ook heel nadrukkelijk terug in de mate waarin bepaalde complottheorieën geloofd worden. Kijk, de platte aarde heeft heel veel aandacht gekregen, maar uiteindelijk geloven er natuurlijk gewoon niet zo heel veel mensen in. Nog steeds genoeg mensen om je zorgen te maken, trouwens. Maar daar zit heel veel tussen. Kijk, niemand ontkent dat echte corruptie bestaat. Niemand ontkent dat politici soms, of machthebbers in wat voor positie dan ook, soms in het geheim dingen doen om hun eigen belang te dienen. Dat gebeurt gewoon. In het eerste hoofdstuk van het boek ga ik trouwens ook uitgebreid in op het bestaan van echte complotten. En er zijn gradaties van plausibiliteit. Daarom meten we het ook in de wetenschap gradueel. We vragen niet van is dit waar, is dit niet waar. We vragen altijd hoe waarschijnlijk. Ja, kijk, dit ben blij dat je dit zegt. Dit is eigenlijk waar ik naar op zoek was. Ja, oké. Okay, ja. Het is heel interessant dat je dat zo vraagt. Ja. Dus... je doet dat onderzoek, er zijn dus PhD's, voor de mensen die dat niet weten, dus op de universiteit, als je klaar bent en je wil wetenschapper worden, dan moet je nog een soort super onderzoek zelf doen. Ja, 4 jaar en 4 jaar lang onderzoek. Onder een begeleider. Ja. En dan kun je dus, ik heb ook promovendi, jij hebt ook promovendi, en dat zijn dus mensen die schrijven eigenlijk een eigen bundel van artikelen of een boek. Ja. Die bijten zich helemaal in iets vast. Mm-hmm. En dan kan dus ook deze thematiek zijn. Ja. En dan moet je inderdaad denken aan een onderzoek in jouw geval van promovendus die echt 1000 mensen een vragenlijst voorlegt en die op die manier op zoek gaat. Ja, ja, precies. Maar we komen daarmee dus ook als PhD moet je natuurlijk een theoretische contribution leveren. Ja, en dat heeft dus dat ligt dan weer meer in de lijn dan ik had durven hopen. Dus over die grades van plausibiliteit bijvoorbeeld. Ja. En over die verschillende mechanismes die het dan verklaren. En daar heb je dan ook overleg met andere type wetenschappers die hier ook naar kijken. We hebben hier Rick Pils op bezoek gehad. Die zei eigenlijk van ja, ik kijk theologisch en filosofisch. Maar ik bracht al de sociologie in. Hoe zie jij dan de... Want psychologie, dat is toch de hoofdbenadering. Ja. Hè? Wat zijn de emoties en de mechanismes in onze hersenen? Nee, het wordt ook wel in heel veel andere vakgebieden bestudeerd. En ik heb daar ook wel contact mee. En ik heb ook wel andere methodieken gebruikt. Hè? Dus bijvoorbeeld, we hebben met criminologen een onderzoek gedaan naar Telegram accounts. Hè? Dus een antivaccinatiebeweging. Dan hebben we het over de antivaccinatiebeweging in het algemeen. Hè? Dus tegen de COVID-vaccins, maar ook de kindervaccins. En dan hebben we bijvoorbeeld gekeken naar... Nou ja, bijvoorbeeld wat waar praten mensen over in die groepen? Hebben we er op zo'n manier naar gekeken. Op dit moment heb ik ook een... En? Waar praten ze over? Interessant.
Nou, het is, de retoriek is niet alleen maar elkaar informeren of misinformeren. Maar het is ook echt een gemeenschappelijke identiteit is ook heel belangrijk in die groepen. Dus mensen zitten daar ook om verbinding te zoeken met gelijkgestemden. Dat is ook heel belangrijk. Ja. En dus het is ook echt een sociaal iets. Wat ook uitmaakte, maar dat was wel wat kleiner. Maar was ook, mensen gebruikten het ook als een forum om in actie te komen. Dus bijvoorbeeld om petities op te stellen of dat soort dingen. Dus dat waren eigenlijk de drie pijlers. Elkaar informeren, verbinding zoeken met anderen, een gezamenlijke identiteit en actie. Dus dat waren eigenlijk de drie motieven die we in de tweets van mensen, of de tweets, de berichten van mensen en de discussies die ze hadden terugvonden. Interessant. Ik bedoel, ik herken het ook. Ik zie dat ook. Die informatie, wat zou je zeggen over de complexiteit daarvan? Als je de goede critici van vaccins leest, dan zou ik, als je kritisch over bent, dan zou je kunnen zeggen van nou, die zijn hun eigen standpunt aan het verdedigen. Maar het is niet dat zij grofmazige analyses maken. Dus nee, het waren Telegram-groepen, dus het waren over het algemeen vrij korte berichten. Dat viel je niet op dat mensen artikelen doorsturen of zo die wat fijnmaziger waren? Nou, dat op zo'n manier. Ik was niet de PI van de principal investigator van dat project, dus ik heb niet. Dus op zo'n manier. Oké. Ja. Dus dat is iets. Een ander project waar we op het moment aan het doen zijn. Dat is met een PhD-student die ook deels bij de politie werkt. En dan kijken we naar de mate waarin complottheorieën terug te vinden is in politieverhoren van arrestanten. Oh ja. Dat is natuurlijk ook wel een heel interessant iets. Komt daar wat uit? De bevindingen moeten nog gepubliceerd worden. Maar er zijn inderdaad een aantal complottheorieën die duidelijke links hebben met crimineel gedrag. Een voorbeeld daarvan is de Soevereine Burgerbeweging. Dat is een complotbeweging die gelooft dat je jezelf soeverein van de overheid kunt verklaren. En dat je dan de wet ook niet meer op jou van toepassing is. En die voelen zich dan dus ook gelegitimeerd om iedere wet die we hebben in Nederland te breken. Dus we denken aan verkeersovertredingen of printen hun eigen rijbewijs uit en betalen geen rekeningen meer. Oké, dat is echt een radicale gemeenschap ook. En dat voldoet dus ook aan die parameter die je in die appgroepen vond. Namelijk dat het vooral ook een sociale groep is die je identificeert. En het complot is zelf daar misschien maar een klein onderdeel van. Het is gewoon een afscheidingsbeweging. Het kan iets radicaals worden. Dat hoeft niet. Complotdenken hoeft niet radicaal te zijn. Hè? Van die echte complotbeweging. Denk bijvoorbeeld ook aan QAnon. Hè? Dat is ook een voorbeeld van een complotbeweging die je ook wel echt als radicale groep zou kunnen zien. Of radicale beweging, moet ik eigenlijk zeggen. Radicaal in de zin van? In de zin dat ten eerste de denkbeelden vrij extreem zijn, maar ook dat het soms tot actie kan leiden. Dus denk aan gewelddadig protestacties bijvoorbeeld. En die demonstranten dan bijvoorbeeld die zeggen dat wij aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan omdat we samenwerken met Israëlische wetenschappers. Zijn dat ook complotdenkers voor jou? Niet iedereen die protesteert is meteen maar een complotdenker. Je kunt, maar die zien wel, dat heb je mooi. Je ziet het in gezicht. Er zit iets politieks in die notie van complottheorieën. Want zij zien natuurlijk ook een samenwerkend verband van de universiteit. Israëli, die eigenlijk een soort neocoloniaal project in de lucht houden. En dus je zou jouw terminologie er wel op kunnen plakken. Natuurlijk. Het is meer dat jij ervoor terugschrikt. Nee, het is. Ik heb die mensen niet ondervraagd en heb verder geen onderzoek naar ze gedaan. Ik kan me goed voorstellen dat er veel mensen met complottheorieën over deze thematiek zijn die rondlopen. Maar ik wil wel benadrukken, je kunt het ook gewoon ergens mee oneens zijn of een gebeurtenis in de wereld onrechtvaardig vinden om te kunnen protesteren. Complotdenken is geen noodzakelijke voorwaarde om te protesteren. Nee, natuurlijk niet. Iedereen is het wel eens ergens mee oneens kan ertoe leiden dat je gaat protesteren. Nee, dat lijkt me ook. Dus je kijkt psychologisch, je kijkt ook criminologisch, we hebben wel een voorbeeld van gehad. Dus je kunt er inderdaad ook sociologisch naar kijken. Kun je nog iets vertellen over hoe jij de wetenschapsontwikkeling over deze thematiek ziet?
Omdat natuurlijk, ja, kijk, vanaf het tijdperk van de verlichting zijn we natuurlijk al meer wetenschappelijk onderzoek aan het doen. En verklaringen die achteraf wat al te gemakkelijk waren en zo zijn we aan het vervangen voor meer wetenschappelijke verklaringen. Maar hoe kijk je eigenlijk naar de ontwikkeling van hoe wij kijken naar robuuste verklaring, geen kritische verklaring en een totaal ontsporende verklaring? Is dit, het is nu hip, dat zeg je ook, het is nu, het speelt nu heel erg, maar hoe zou je die geschiedenis schetsen? Hoe keek men in de jaren 60, hoe keek men in de 19e eeuw naar de thematiek die jij nu anders benadert? De psychologische biases die zijn heel oud, maar die zijn de fonds en het centraal stellen daarvan in theorie is natuurlijk recent. Dus hoe verhoud jij je daartoe? Het is de wetenschappelijke studie van complotdenken is vrij nieuw. Dat heeft vooral de laatste 10, 15 jaar een enorme vlucht genomen. Voor die tijd waren er wel wat artikelen naar deze thematiek, maar heel weinig. Dus er werd wel wat onderzoek gedaan, maar het was echt vrij weinig. Ik denk wat ik vooral proefde in het verleden, toen ik net begon, was dat er veel mensen waren die toch vanuit ging dat dit een paar enkele individuen waren waar geestelijk wat mis mee was. En dat heeft denk ik heel veel wetenschappers weerhouden om het... Maar dat zie ik ook. Maar het fenomeen zie ik. Maar de theorietraditie, zeg maar. Ja. Hoe heb je daar geen beeld bij? Hoe bedoel je de theorietraditie? Nou, hoe men nadenkt over complotten. Ja, of zeg je echt is iets wat gewoon niet in beeld was in de Tweede Wereldoorlog. Je hebt bijvoorbeeld de dolkstootlegende. Kun je ook van over twisten of dat een complot is. Maar in de mainstream wetenschap geldt dat als complottheorie. Dus het idee dat Duitsland verloor in de Eerste Wereldoorlog omdat de elite in Duitsland zelf eigenlijk het kleed onder soldaten uittrok. Dus er zijn meerdere verklaringen voor de verzwakking van het Duitse leger, slechte strategie enzovoort. Yeah. Maar dat is dan de dolkstootlegende is van we zijn dus door onze eigen mensen aangevallen. Mensen hadden daar ook nog een interpretatie van dat het dan de Joodse Duitsers waren. Maar dus dat is dan een complot dat toen speelde, dat toen ook trouwens in beeld was. Ja, nee, dit doet me denken. Je vraagt om heel erg denken aan het punt van een geschiedkundige die inderdaad heeft gekeken naar complotdenken door de eeuwen heen. En zijn punt was dat voor de jaren 50 complotdenken meer dan nu gezien werden als legitieme verklaringen. Verklaringen die even plausibel waren als verklaringen van wetenschappers of verklaringen van goed geïnformeerde mensen of goed geïnformeerde bestuurders bijvoorbeeld. Dat is interessant, want de claim op waarheid van de wetenschap is dus groter geworden sinds toen. Ja. Dat noemen ze dan de legitimiteit van kennis. Sinds de jaren 50 is er steeds meer een verschuiving geweest dat legitieme kennis vooral komt van factcheckers, goed geïnformeerde bestuurders, journalisten, wetenschappers enzovoort. En daardoor hebben complottheorieën meer scepticis gekregen sinds die tijd. Maar ook minder aanhang? Ja, dat is wel het idee. Wat we nu dus zien is dat je ziet een opleving van complotdenken op een moment. Ik zou dat zelf eerder een heropleving willen noemen. Ik bedoel... Er wordt wel gezegd, het is nu erger dan ooit, maar in 300-400 jaar geleden kon je als jonge vrouw zomaar op het marktplein verbrand worden als heks, omdat je met de duivel samen zwoer. En dat vonden mensen de normaalste zaak van de wereld. Dus ik ben vrij kritisch op het idee dat het nu erger is dan ooit. Ik denk dat het een opleving is, met name door aspecten van de online omgeving, maar dat de beste term zou zijn een heropleving. Nou, ik ben blij en verrast te horen hoe je er allemaal onderzoek naar hebt gedaan. Ik heb denk ik wel laten merken dat ik misschien toch ook tegenover het discours nog wel wat kritisch sta. Maar dat is ook goed. Dit heb ik met Rick Peels ook besproken hier. Dus kijk die uitzending als je dat leuk vindt. Zeker doen. En dat is denk ik, zeg ik ook tegen de kijkers hoor. Dus maar als jij het leuk vindt, jij kent Rick ook van de VU neem ik aan. Zeker. In ieder geval, er zijn nog een heel aantal interessante dingen voorbij gekomen. Dus jij kijkt ook gradueel naar sceptische interpretaties. Jij zegt niet dat alle scepticis zomaar complot kan worden genoemd. Dat suggereer je wel erg, maar als ik erop tegengas geef, dan zeg je eigenlijk, nou, dat gaat te snel. Dat vind ik interessant. En die mechanismen, met name dat je snel anderen de schuld geeft, het vijand zoekt, vind ik interessant. Mm-hmm. Die patroonherkenning, dat, om dat even zo te benoemen. En dat de intentie toeschrijven. Ja, zeker. Ja. En
Ja, dat historische lijntje vindt het ook eigenlijk ook heel boeiend. Dat jij zegt van ja, waarschijnlijk is het niet echt nieuw, maar de claim op de waarheid is nu al sterker wetenschappelijk en we zijn het nu als onderzoeksgebied veel meer aandacht aan het geven. Dus daardoor zien we het ook. Ja. En sociale media maken ook dat het heel leeft. Maar eigenlijk, waarschijnlijk leeft het altijd. Ja. Is het niet groter dan op andere topmomenten van de golf? Sociale media hebben wel een nieuwe impuls gegeven aan deze thematiek. Hè? Het is nu ontzettend makkelijk om gelijkgestemde mensen te vinden. Dus als je... een flat earther, als je denkt dat de aarde plat is en er was geen sociale media, vind maar eens iemand die er ook zo over denkt. Maar nu hoef je maar even te googlen en je vindt een online groep vol met mensen die hetzelfde denken. Ja, dat geeft je natuurlijk een enorme boost in je vertrouwen dat je gewoon gelijk hebt, want je kent allemaal mensen die je ideeën ondersteunen. Ja. Oké, dank voor je komst. Ja, dank ook voor de kijkers. Word lid als je het leuk vindt om meer te leren via ons over dit soort boeken, hoax. We hebben graag en veel wetenschappers op bezoek om ons te laven aan jullie kennis. En laat me weten wat je ervan vond, welke vragen er nog open liggen wat jullie betreft. Want ik denk dat het toch ook wel toch meer dan men zou willen een kampfbegrif is. Dat idee van die een contested notion. Dat idee van die complottheorieën. Maar ja, aan de andere kant hebben we nu toch wel aardig wat argumenten op een rij. Die ook pleiten om zijn notie wel te hanteren. Dus laat me weten hoe jullie dat zien. Complotten ontwaren in de werkelijkheid en daarin doorslaan. Ik ben benieuwd. Willem, dank voor je komst. Graag gedaan.